Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, verdere verdieping Vaargeul vereist. Minister Gijbersing stelt portefeuille ter beschikking. Project gratis schoolvervoer verloopt vlot. Ministerie van EZ zet zich in om prijsvorming basisgoederen te beïnvloeden. Succesvolle SBWB-atleten delen ervaring met president Santokki. Indien Suriname optimaal wenst te profiteren van de economische voordelen, is verdere verdieping van de vaargeul van de Suriname rivier vereist. Dit hebben verschillende overheidsvertegenwoordigers benadrukt tijdens een workshop in het kader van baggerwerkzaamheden op de Suriname rivier. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2022 in de ballroom van Royal Torarica. Er is heel veel geweest afgelopen jaar over het baggeren van de Suriname rivier. En vorig jaar hebben we het project opgestart. En ik had toen beloofd dat er een grote workshop had komen om de verschillende vraagstukken, commentaren die men had te bespreken. Iedereen de gelegenheid te geven wat te zeggen en niet achter mijn rug. Dat is gewoon de grote aanleiding geweest dat ik dit had beloofd vorig jaar en vandaag organiseren we dat. Ik wilde natuurlijk wachten dat de rivier succesvol op 4.5 was gebaggerd. Omdat u weet, de vorige baggeraar die kon de rivier technisch niet op 4.5 brengen. En dat is nu wel gelukt. Dus ik wil er zeker zijn dat het succesvol was. Dat is nu gebeurd. De hele rivier is op 4.5. En tegelijkertijd hebben we de aanbesteding ook rond voor de 5.5. Dus 1 oktober, als alles goed loopt, starten we met het baggeren van de rivier naar 5.5 meter. Maar de grote vraag is voor het ministerie van OW en TCT, naar welke diepte wil de sector gaan? Want het geld komt niet uit de lucht vallen, tussen aanhalingstekens. En die vragen zullen zij moeten beantwoorden en daarvoor is de workshop georganiseerd. Ja, dus de meerwaarde is eigenlijk net als vroeger. Het probleem is dat heel wat schepen niet meer binnen konden in de rivier vanwege kleine diepte. Nu is dat weggewerkt, dus nu kunnen heel veel schepen de rivier normaal binnenvaren. En u ziet ook, als u naar de haven kijkt, dat er meer schepen binnenkomen. Dat is een van de grootste voordelen. Tweede is, als de rivier naar 5.5 gaat, dan zal je het voordeel nog meer merken, omdat dan schepen bijvoorbeeld 2 keer, 3 keer beladen kunnen worden in plaats van nu 1 keer. Dat betekent, je kan per keer meer vracht brengen. En meer vracht, import of export, betekent meer voordelen voor jou als bedrijf of voor het eindproduct. Dus bijvoorbeeld, als vroeger 10 zakken kip kwamen uit het buitenland, kunnen nu 100 pakken kip komen. En dat betekent, de prijs kan goedkoper zijn. Nou, dat is het voordeel. Dat is voor de lokale sector. Dus vroeger had je dat, de rivier was goed bevaarbaar, hij was dichtgeslipt en nu komt hij weer op een normaal diep. Dus voor de lokale bedrijven, scheepvaartbedrijven, gaat dit een enorme winst zijn, laat ik het zo uitdrukken, winst zijn voor de toekomst. Een tweede ontwikkeling is er nu gaande, dat is iets dat we misschien 10 jaar, 20 jaar terug niet wisten. Dat is de ontwikkeling van de oliesector en de gassector. Nou, die mannen gebruiken heel veel schepen continu. Ik heb eens een keer gehoord, maar hopelijk horen we dat vandaag, dat die mannen 24 uur willen kunnen varen. Op dit moment komen de schepen bij vloed binnen. Dus die stellen hoge eisen. Dat betekent, die stellen een hogere diepgang. Bijvoorbeeld 8 meter of 10 meter, dan kan je 24 uur varen. Zij komen met heel veel schepen binnen. Ze komen nu al met een deel van de schepen binnen. Maar het zal toenemen. En om te voldoen aan die eisen van die schepen, moet de vaargeul dieper worden. Dus het moet 6.5 of 7.5 worden, of misschien 10 meter, ik weet het niet. En daarvoor ziet u dat simultaan een aantal particuliere bedrijven, zoals DP World en weet ik veel wie allemaal nog meer, Kuldiep Singh, de haven zelf, bezig zijn hun havens te maken of uit te breiden. Zij spelen in op die sector.
Het baggeren van de Suriname rivier heeft twee grote noodzaken, maar ook twee grote spin-offs. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld van president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd maakte dit op 17 augustus 2022 in een statement bekend aan de Surinaamse gemeenschap. De bewindsman had al enige tijd geleden de wenselijkheid gedeeld om als minister op te stappen. Dit vanwege strikt persoonlijke redenen. Inmiddels heeft minister Gijbersing zijn voornemen schriftelijk aan het staatshoofd doen toekomen. Uit respect voor de bewindsman is met zorg omgegaan met deze kwestie. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat de brief met alle aandacht zal worden behandeld en dat er zeker begrip is voor de persoonlijke situatie van de minister. Omtrent het aangeboden ontslag is door de president nog geen besluit genomen, omdat deze onvoorziene situatie vanuit verschillende invalshoeken goed overwogen moet worden. De regering vraagt een ieder om respect op te brengen voor de privéomstandigheden van de minister. Het project gratis schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verloopt goed. Onderwijsminister Marie Levens informeerde de Nationale Assemblée op dinsdag 16 augustus dat er voor het komend schooljaar 6000 nieuwe leerlingen gebruik zullen maken van deze dienstverlening. Ten aanzien van transport, project gratis schoolvervoer is in uitvoering. Het loopt goed. Een paar duizend nieuwe registraties hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat in het nieuwe schooljaar zeker zo'n 6000 nieuwe studenten gebruik zullen maken van gratis schoolvervoer. De registratie is goed verlopen. Dat betekent dat de oude routes hier en daar een extra bus nodig zal zijn, omdat er veel meer kinderen op de bestaande routes zullen instappen in onze bussen. Er zijn nieuwe routes bij, want er zijn kinderen die hebben geregistreerd op plekken waar er nog geen routes zijn. Daarvoor zal er een nieuwe route ontwikkeld worden, of zijn er nieuwe routes ontwikkeld. En dus worden daar nieuwe bussen ingezet. De aanvragen ten aanzien van wie in aanmerking komt voor een nieuwe busroute heeft te maken met de volgorde van binnenkomst. Er wordt gesolliciteerd. Er is altijd al een sollicitatie. Er wordt gekeken wie op de route zit waar we mensen nodig hebben. Vervolgens worden de mensen opgeroepen, worden de bussen gecontroleerd, worden de chauffeur gecontroleerd. Er worden contracten voorbereid. Dat is nu in volle gang in de vakantie. De afstanden per kilometer worden nu nadrukkelijk gecontroleerd. En dat geeft wel wat spanningen. Want er komen soms rekeningen binnen van niet gereden kilometers. En dat houden we nadrukkelijk in de gaten. En we blijven bij DNA, want het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie doet er alles aan om de prijsvorming van basisgoederen te beïnvloeden. Het is volgens minister Reshma Kuldeep Singh de bedoeling dat de prijzen binnen de toelaatbare niveaus blijven. De bewindsvrouw hield de Nationale Assemblée op dinsdag 16 augustus 2022 voor dat de prijzen door een aantal factoren worden bepaald. Wij voeren u terug naar de spreekbeurt van minister Kuldeep Singh. Ik wil aangeven, voorzitter, dat het ministerie van Economische Zaken er alles aan doet om de prijsvorming van basisgoederen op de markt te beïnvloeden, zodat deze binnen toelaatbare niveaus blijven.
Er zijn 25 primaire goederen vrijgesteld van importheffingen, invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht, waarvan de prijzen 2 wekelijks worden gepubliceerd door het ministerie. De prijzen, voorzitter, van de importgoederen, waaronder ook primaire goederen, worden bepaald door een aantal factoren, te weten de wereldmarktprijs, de valutakoers, de vracht- en assurantiekosten, de FOB-prijs. Even voor de duidelijkheid, de FOB-prijs is free on board, exportprijs in het buitenland en lokale kosten. Marktconform zouden de prijzen van de primaire goederen hoger liggen. Echter, door de vrijgestelde importheffingen zijn de prijzen gemiddeld 21% lager. De Economische Controledienst, ECD, voert landelijk controlewerkzaamheden uit door onder andere te controleren als de prijzen van goederen binnen de bij wet vastgestelde maximumwinstmarges zijn. De afgelopen maanden zijn de controlewerkzaamheden opgevoerd en uitgebreid naar de districten. Dat zal de komende maanden eveneens het geval zijn. Voorzitter, onlangs is door het ministerie van EZ een bekendmaking geplaatst voor het meldingsbesluit en meldingsbeschikking dat bij wet is vastgesteld. En ik mag u aangeven, voorzitter, dat ik heel veel weerstand heb gehad hiervoor. Dat we het hebben bekendgemaakt, maar ik wil aangeven, voorzitter, dat als dit bij wet is vastgesteld, dat we het wel moeten uitvoeren. Want we hebben al die tijd een gedoogbeleid geaccepteerd. En nu dat het meldingsbesluit is bekendgemaakt, gaat het een beetje moeilijk bij importeurs en om niemand onaangenaam te zijn om aan te geven waarom die prijzen worden verhoogd. Het meldingsbesluit houdt in dat het ministerie toestemming moet verlenen voor prijsverhogingen. En als wij controleren, gaan wij niet alleen die arme winkeliers controleren die afhankelijk zijn van hun producten bij de importeurs, maar dat we iedereen gaan controleren, van importeur tot winkelier, maar ook de consument bewust maken dat zij zeker ook letten op hetgeen dat zij aanschaffen en dat er ook goedkopere producten kunnen zijn. Deze geven aan dat het meldingsbesluit, wil ik aangeven, dit geeft aan dat producenten en importeurs verplicht zijn om prijzen en prijswijzigingen van alle geïmporteerde en hier ter lande geproduceerde goederen, dan wel diensten die op de binnenlandse markt ter verkoop worden aangeboden, omkleed met redenen door te geven aan het ministerie en toestemming te vragen voor prijswijzigingen. Surinaamse atleten hebben onlangs onder de vlag van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond, SBWB, regionaal uitzonderlijke prestaties neergezet. Fabien Vel, Rendel Haakmat, Soupe Cousset, Melitia Galimo en Eddie Wilson zijn op dinsdag 16 augustus 2022 samen met leden van het SBWB-bestuur op audiëntie geweest bij president Chandrika Persat Santokhi. Een audiëntie om dus de succesvolle bodybuilders en fitnessatleten kennis te doen maken met het staatshoofd persoonlijk en hun ervaring van de hele journey naar de successen toe persoonlijk te delen met het staatshoofd, omdat de successen daar zijn. Het zijn grote successen, opvallende successen. We hebben weer eens bewezen dat we de regio best wel domineren, maar we wilden van de gelegenheid ook gelijk gebruik maken om de hulp in te roepen van het staatshoofd om waar er nog problemen zijn en andere zaken zijn die zo nu en dan niet vlot verlopen. Het staatshoofd daarvan op de hoogte is en de kanalen kon aanboren om dus de atleten op die manier te ondersteunen. Het was positief, zeer positief zelfs. Het staatshoofd had zich schijnbaar wel voorbereid en had wat informatie over waar het om ging. En de zaken die door de atleten en het bestuur op tafel gelegd zijn, die zijn aangehoord. En er zijn wat toezeggingen gedaan om te werken aan punten die als hobbels beschouwd kunnen worden door de bond en de atleten. Het bezoek betekent heel veel voor mij als atleet, omdat wij als atleten
heel veel offers hebben gebracht, zoals wat de voorzitter gezegd heeft. En ja, ik ga niet in detail gaan vertellen nu wat alle offers zijn en dat soort dingen. Maar een ontmoeting met de president gaat natuurlijk helpen dat wij als atleten gewoon iets betere behandeling vanuit Suriname krijgen. Wat betreft uitvaardiging en support. Ja, ik heb, je kan ze uitstekende prestaties noemen. Ik heb meegedaan aan in totaal, ik heb in totaal 4 wedstrijden gedraaid op Barbados in 1 weekend. Ik ben begonnen met de Centraal-Amerikaanse kampioenschappen. Dat is de 49e editie van die wedstrijden. En ik heb meegedaan aan de Classic Fysiek klasse. Ik heb de onder 1,75 meter klasse heb ik gewonnen. En dan vervolgens de overall klasse. Ik heb vervolgens de volgende dag meegedaan aan de junior bodybuilding. Dat is bodybuilding tot en met 23 jaar. Ik heb die klasse ook gewonnen. En vervolgens ben ik uitgenodigd voor de profwedstrijd, de professionele wedstrijd. Dat is de Roger Boys Elite Pro Classic. En ik heb daar ook meegedaan, de Classic Fysiek klasse. En als eerste profwedstrijd van mij heb ik daar de 2e plaats behaald. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende keer. Dag.